Nederland heeft al financiële middelen vrijgemaakt om Suriname bij te staan op weg naar economisch herstel. Dit zegt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De economische samenwerking is vooral op de gebieden van landbouw en justitie en politie, benadrukte Blok. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden tussen ambtelijke delegaties over een groot aantal onderwerpen, variërend van economische samenwerking, landbouw, justitie, strijd tegen georganiseerde criminaliteit. We hebben afgesproken dat we dat structureel vorm gaan geven. We hebben daar in Nederland op mijn begroting ook geld voor vrijgemaakt. En we hebben dat de Surinaamse naam Markandra gegeven om daarmee te illustreren hoe we samen willen werken aan de toekomst en de uitdagingen waar Suriname nu voor staat. Minister Blok stond ook stil bij de historische banden tussen beide landen. We delen natuurlijk een lange, bijzondere geschiedenis, maar we delen vooral honderdduizenden mensen die zich geworteld voelen in de Nederlandse samenleving, in de Surinaamse samenleving, familiebanden hebben, grote sympathie voor elkaar hebben, zorgen delen en ook een toekomst willen delen. En zoals minister Ramdien heeft aangegeven, is de Nederlandse regering graag bereid om daar een bijdrage aan te leveren. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, gisteren tijdens een persconferentie op het kabinet van zijn ambtgenoot Albert Ramdien.